We gaan op vakantie, we gaan op vakantie. Ik moet zeggen jongens, ik kan echt wel gewoon huilen van geluk. Heeft Daro Beck duk Daro? Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Je ziet het, ik ben niet thuis. We zijn op dit moment bij mijn papa en mama. Het is vrijdagavond 19:30 en we zijn de auto aan het inladen. Want we gaan op skivakantie. We vertrekken vannacht. We willen denk ik tussen 3 en 4 vertrekken richting Zwitserland. Dus we willen nu alvast de auto inladen. Dat doet Joris altijd samen met mijn papa. Zodat de auto helemaal tiptop in orde is. Dat we morgenochtend alleen nog eigenlijk onze toiletspullen erin moeten doen. En dan kunnen we gewoon vertrekken. Dus ja, ik hoop dat jullie zin hebben in deze vakantievlog. Ik kan natuurlijk zelf niks filmen van het skiën. Maar we hebben wel gewoon een GoPro. Dus ik heb Joris en papa al de opdracht gegeven om ook gewoon lekker tijdens het skiën filmpjes te gaan maken. Zodat ik die ook in deze vlog kan gaan bewerken. Een paar bewijzen steken. Die vestjes. Ja. Om de auto laten we altijd een dakkoffer zetten. Dus die zit nu al goed vol met allemaal skis en schoenen. Gaan we weer passen, hè? Zeker weten. Goedemorgen, het is 4:00. In ieder geval 4:05. Joris en papa zijn nu de laatste dingen in de auto aan het doen. En ik heb net even gekeken, als het goed is gaat alles passen. Het moet wel, want het moet mee. Alleen mijn jas hangt hier nog. Die moet wel echt mee en nog ergens het liefst in de kofferbak. Dus dat gaan we zo meteen proberen. En verder denk ik dat het nu hier een kwestie is van afsluiten. En dan zijn we weg. Nou, je zit goed volgepakt. Maar als het goed is, moet hij nog dicht kunnen. Niet meer uit zichzelf, maar wel eens een beetje meedouwen. Ja, moet je even meedouwen. Wat gaan we doen, schatje? Wij gaan op vakantie, wij gaan op vakantie, wij gaan op vakantie. Ja, dat doen wij niet aan. Kijk, die moet er weer 130 namelijk. De eerste 5 uur en bijna 500 kilometer zit erop. Die heb ik allemaal gereden. We zijn net eventjes gestopt om even snel te gaan plassen. Even de beentjes te strekken. We hebben ondertussen ook al wel wat gegeten. Maar dat doen we ook veel gewoon in de auto. En ook drinken natuurlijk gewoon in de auto. En dan zijn we weer onderweg. Alleen het weer is echt... De auto is echt super smerig. Gewoon door dit vieze weer. Ik zit hier lekker Jansen en JJ te kroelen. Joris die gaat zijn seertje kijken. Hij zit hem. Hallo. En nou is papa aan de beurt om te rijden. We zijn zojuist aangekomen. Ik ga jullie even een tour geven van ons appartementje. Ze hebben hier alles al even voor de deur gezet. Want ik heb gezegd, wacht eventjes, ik wil eerst een roomtour doen. We komen hier binnen. Dan heb je hier aan de rechtse kant meteen een gang. Met kasten die openloopt dus in de slaapkamer. Joris en ik gaan hier slapen.
Heerlijk. Heerlijk uitzicht. TV'tje. En hier onze badkamer. Even kijken waar alle knopjes zitten. Hier. Hallo, hallo. Een douche. En natuurlijk een toilet. Als we in deze gang weer terug doorlopen, komen we eigenlijk in het hoofdgedeelte. Hier hebben we een kapstok. Keuken. Eettafel. En hier hebben we het zitgedeelte. Echt een heerlijke loungebank. Nou, ik denk dat ik hier zeker heel veel uurtjes ga doorbrengen. Heerlijk. En we hebben net gezien, hier komen mensen omheen geskiet. Dus Joris, papa en mama kunnen hier ook gewoon tot aan het appartement skiën. Daar heb ik dus uitzicht. Hier heb ik nog uitzicht. En daar hebben we hier. Prachtige keuken. Dit is het tweede winterseizoen. Dus we zijn echt net iets meer dan een jaar open. En hier heb je dan de andere slaapkamer. Ook met tv, bureautje. Zo, slaapkamer. En ook hier een eigen badkamer. Hallo. Met douche. Een toilet. En dan heb je aan deze kant hier voor hun een hele kastenwand waar ze alles kwijt kunnen. Dus ik ga ze nu maar eens even helpen. Om alles. Volgens mij staan ze hier netjes met z'n allen te wachten. Om deze spullen naar binnen te tillen. Wat ben jij daar aan het doen? Ik ben dieren kuit aan het leggen. Nou, ik ben hoefmeester. Oh, moet je wel onthouden dat je hem daar hebt. En waar? Nee. Hoefmeester. Hey, hallo, daar zijn we weer. Het is vandaag de eerste volle dag hier in Zwitserland. Joris, papa en mama zijn vanmorgen rond een uur of 9:15 vertrokken. En ik heb ze net eventjes gesproken. Ze hebben net gefacetimed. Het is nu 12:00. Ja, 11:50. Ik heb lekker een relaxed ochtendje gedaan. Ik ben er wel met hun mee uitgegaan. Lekker ontbeten. Ik heb me ook gelijk mee aangekleed. En dan wil ik eigenlijk wel volhouden. Zodat ik dan ook meteen, huppatee, gewoon in een soort van routine blijf. En niet een hele dag in mijn pyjama blijf hangen. Ik heb vanmorgen hier een beetje Netflix gekeken. En ik ben nu bezig met The Sims. Ik had hem hierop geïnstalleerd. En ik heb hem een keer op mijn oude laptop gekocht en geïnstalleerd. En alles zie ik dus nu, wat ik daar toen op heb gemaakt, heeft hij gewoon mee overgenomen naar deze. Dus dat is echt top. Kan ik daar gewoon mee verder. Want dat had ik best wel een leuke familie op gemaakt. Ik heb dus net eventjes met Joris en papa en mama gefacetimed. En ze gaven aan rond 1:30 ongeveer hier in de buurt weer terug te zijn. In ieder geval denken ze dat we dan lekker met z'n vieren ergens kunnen gaan eten. Dus daar heb ik eigenlijk al weer zin in. En als ik zo naar buiten kijk, hebben ze echt prachtig weer. Ik zal jullie even het uitzicht nog een keertje laten zien. Hier, kijk eens. Strak blauwe lucht. Echt heerlijk. En ik hoop dat dit zonnetje zo meteen een beetje hier verder komt. Dat ik hier ook nog even lekker buiten op het terras daar misschien eventjes kan gaan zitten. Dat dan ook nog het zonnetje komt. Maar het zonnetje zit hier ook achter de bergen. Dus ik weet niet of de zon nu hoog genoeg staat dat hij hier überhaupt kan komen. Maar verder vermaak ik me prima tot nu toe. Ik ga lekker verder met de Sims. Zeker wel. Nee. Jawel. Dag 2. Het is een beetje bewolkt. Ik denk niet dat jullie het op camera kunnen zien, want wij kunnen het amper met het bloot oog zien, maar er komt een heel klein beetje sneeuw uit.
Vanmorgen toen we wakker werden was het wel wat meer bewolkt en meer sneeuw. Maar als we dit zo zien, het trekt allemaal zo open en blauw. Dus... Boven schijnt de zon alweer. Zeg je? Boven schijnt de zon alweer. Ja. Joost is er al klaar voor. Is er helemaal aangekleed. Ik heb gezegd dat ze de tafel moeten laten voor wat het is. Omdat ik graag hier een video op wil nemen. Jezus. Dus ik ga lekker hier zo opruimen. Daar gaan ze. Maar 6,50 hè? Ja, nog 4 minuten. 5,50 van een andere toch? Ja. De 9,52 moet je hebben. Komt de auto aan rechts? Huh? Rechts komt de auto aan. Ja. En daar gaat papa. Doei! Iedereen is vertrokken. Dus tijd voor mij om ook eventjes aan te gaan kleden. Even kijken wat ik vandaag aandoe. En gisteravond met nat haar gaan slapen. Dus ik denk dat er even een steltang doorheen gaat en dat het er een beetje netjes uitziet. Dan ga ik hier het huisje even opruimen, een videootje van maken. En dan een beetje chillen denk ik. We hebben vandaag afgesproken op een ander plekje te gaan eten als waar we gisteren hebben gegeten. Ook hier beneden in het dal, daar kan ik dus ook komen. Ik moet alleen even kijken nog hoe. Ik loop met openbaar vervoer dat ik er echt ruim een half uur over deed. En met de auto iets van 8 minuten. Dus misschien dat ik wel gewoon even de auto pak om daar naartoe te rijden. Maar lopend is sowieso geen optie. Want dat was ruim een uur lopen. Normaal vind ik dat niet zo'n probleem. Maar nu hier met sneeuw en ijs. En zwangerschap en hoogte. En ik ben al kortademiger dan anders. Gaat het hem niet horen denk ik. Dus eerst eventjes mij gaan aankleden. Het appartement is ook best wel nieuw. Ze hebben hier echt overal over nagedacht. Zelfs in de badkamer zitten echt zoveel stopcontacten. Alleen het enige is... rare stopcontacten. Nou kunnen wij die wel gewoon gebruiken zolang je niet een rond blok hebt, zeg maar, wat hierin moet. Dus als je gewoon een normaal stekkertje hebt met twee, dan kan dat wel. Maar zelfs hier in de lade zit nog gewoon een stopcontact. Echt bizar. Ik wil hier ook... Kijk, als je gewoon zo een hebt, die kan daar dus makkelijk in. Maar is deze helemaal rond, ja, dan snap je zelf ook wel. Dat gaat natuurlijk niet passen. Dus deze. Kijken. Ik zal je laten zien, ik zei vorige keer al dat hij zo snel opwarmt. Dat is ook echt niet normaal. Kijk maar eens, hoppatee. Binnen no time zit hij gewoon op de 180 graden. Dus het is even een investering. Ik heb een Cheetang. Maar je doet er ook zo lang mee. Met mijn vorige steltang heb ik ook heel lang gedaan. Dat was geen Cheetang. Maar het scheelt ook dat ik hem niet dagelijks gebruik. Ik gebruik hem niet per se wekelijks. Ik heb zo van die periodes. Dan stel ik mijn haar. En dan gebruik ik een krultang. En dan doe ik het alleen maar feunen. Ik heb echt van die periodes die ik doorheen ga. En nu, omdat het hier gewoon het makkelijkste is, heb ik eigenlijk gewoon een steltang bij. Want als ik het nu zo doe. Hier zo. Nu is hij dus al klaar. Ik weet niet of je het piepje hebt gehoord, maar hij is dus nu al klaar. Dan ben ik gisteren met nat haar gaan slapen. En dan zie je hier precies zo'n hele mooie slag zitten. Ja, daar ben ik niet zo van. Dus dan haal ik er liever nu even een steltang doorheen, dan dat ik het gisteravond hier op vakantie helemaal ga zitten feunen. En dus een steltang voor nu gewoon even wat sneller. Ja. Ook mijn... Oh, zo fijne. Waar is die? Oh, hier zo ben je. Mijn heat protectant spray. Hij stinkt, maar hij werkt, doet wel echt goed zijn werk. Dus even mijn haar stylen. Ik zet jullie hier even weg. Zo, nu gaan we hier maar eens aan beginnen. Dus
ook uitgebreid de tijd voor heb, dan probeer ik ook echt mijn haar in tweeën te delen. Om het zo goed mogelijk te stylen, zeg maar. Dat niks meer een slag heeft. Het enige nadeel is, ik heb geen spiegel om het vanaf de achterkant te bekijken. Dat zal allemaal ook wel meevallen. Nu al zo'n groot verschil, hè, wat een steltang kan doen. Schoonmaakvideo staat erop. Ik vond het ook nog een beetje lastiger dan anders, want ik heb natuurlijk niet gewoon alles bij, net als mijn statief en zo. Ik heb alleen maar zo'n klein statiefje bij eigenlijk die ik normaal voor het vloggen gebruik. Dus ik moest echt dingetjes op elkaar stapelen om het erop te zetten. Maar hey, het is gelukt. En als ik hoop dat je hem ook leuk vond, als je hem nog niet hebt gezien. Het is de video van afgelopen woensdag en ik zal hem hier beneden in de omschrijving eventjes doen en daar in het i'tje volgens mij, als je via de computer kijkt. Ik ga nu heel eventjes uitzoeken hoe ik dus vanmiddag... Sorry, maar ik had echt heel erg dorst. Hoe ik dus vanmiddag het beste naar het Smugglerarm kan gaan. Dat is dus de plek waar we hebben afgesproken. Joris en papa en mama die appten mij al net dat ze bij de eerste stop aangekomen waren en dat ze er helemaal alleen waren. Ze zitten op het plekje waar ik het liefst altijd eventjes ga eten of chocomel ga drinken. Ik wil daar gewoon in de vakantie altijd eventjes lekker naartoe. Ik vind het daar altijd heel gezellig. Bodemalp is dat. Ik zal even een foto hier nu laten zien. Je ziet dus, het was echt onwijs leeg. Ze zeiden ook, we zijn hier echt als enige. En op de piste zelf is het ook veel rustiger dan gisteren. Het is vandaag maandag. En we denken dus dat het te maken heeft met dat er in het weekend gewoon nog Oostenrijkers of Zwitsers of misschien Duitsers voor een weekendje kwamen. En dat ze nu allemaal naar huis zijn. En dat het gewoon sowieso rustiger is op de piste omdat er veel minder toeristen zijn dan anders dus. Yes, ik ben even mijn laptop aan het opstarten. En dan gaan we het dus even zien. En dan ga ik je eventjes laten zien wat ik bedoel met dat het best een eindlopen is. Ik heb Google Maps heel even op kaarten gezet. Want anders als ik het op dit doe, dan snap je er natuurlijk helemaal niks van. Even kijken. In dit skigebied, daar zijn Joris, papa en mama op dit moment aan het skiën. En als ik me niet heel goed vergis, dan zitten ze nu ergens hier aan deze kant. Dus koffie te drinken. En we hebben vanmiddag afgesproken hier in dit gedeelte, Samnaun. En nu is het hier in Zwitserland en Oostenrijk natuurlijk heel anders dan bij ons in Nederland. Waar wij echt dorpen hebben met meerdere straten en straten erachter. Nou is het hier meer lintbebouwing. Hier hebben we dus ergens afgesproken. En wij slapen hier. Dus als je denkt, nou dat valt allemaal best wel mee. Ja, dat klopt op zich. Als ik... Kijk, het is Smugglerarm waar we naartoe gaan. En dan de route. Wij slapen in Vero Lodge. Kijk, met de auto is het dus 7 minuten en 4,2 kilometer. Met de voet. Oeps, daar zijn we dus gewoon een uur over bezig. En het is ook allemaal, je hebt hier ook niet zo heel veel voetpaden. Je hebt wel heel veel wandelpaden, maar dat is niet zeg maar om dit te lopen. De wandelpaden gaan meer door de bergen heen, dus niet hier.
Dus ik ga ook niet over de weg lopen. Dat vind ik ook een beetje te gevaarlijk met alle auto's. Dus dat ga ik maar niet doen. En ik had gekeken met het openbaar vervoer. Hier doe ik er dus 24 minuten over. Dan denk ik, en ik moest ook nog een stuk lopen. Nou is die 10 minuten best wel te doen. Dat niet. Maar ik denk dat ik zo meteen gewoon de auto pak. En dat ik er dan gewoon binnen 8 minuten ben. Dat is denk ik het makkelijkste. Ik wil even kijken of Joris heeft die foto gemaakt, hè? Met dat wij dat borreltje aan het drinken waren. Ja. Heb jij een borreltje gedronken? Nee, je moeder heeft een borreltje gedronken. Hoe? Lekker! Check. Maar goed. Maar ik kan een flauw zelfs. Oh. Doei. Doei. Hij is wel met zijn techniek bezig hoor. Ja? Goed zo. Doei. Doei. Laten jullie weten wanneer jullie bovenaan de 60 zijn dan. Wat? Ja. Ja? Ja. Doei. Doei. Ik zit weer in de auto. Alles kost echt 10 keer zoveel moeite. Jeetje mina zeg. En ik ben zelfs een klein beetje bergafwaarts gelopen. Maar Joris en papa en mama zijn weer onderweg. Ze gaan weer 1 keer terug mee naar boven. Met de twinliner hier. En dan gaan ze de dalafvaart nemen richting ons appartement. En ze zaten eraan te denken om waar we gisteren hebben gegeten even vandaag nog een drankje te doen. Aangezien het echt 2 of 3 minuten lopen is van het appartement. Dus ik ga nu op mijn gemak proberen de auto eruit te krijgen waar ik in ben geparkeerd. Het zat allemaal zo een en al sneeuw hier. Ik reed net hier door het dorpje heen. En mensen keken me echt aan van, je rijdt door de winkelstraat. En dit is eigenlijk niet de bedoeling. Maar ik zag overal gewoon auto's staan en ook nog andere auto's rijden. Ik denk, mijn navigatie zegt dat ik hierheen moet. Dus ik ga maar gewoon. Dus het is allemaal goed gegaan. Nu even terugrijden. En eerst even de stoel naar voren doen. Zodat ik weer bij de pedalen kan überhaupt. Ja, het ontbijt voor vandaag staat alweer klaar. Er zit ook broodjesservice bij. Dus hier hebben we lekker brood. Gaan we van smikkelen. En natuurlijk, als echte Hollanders nemen we ook gewoon dingen van thuis mee natuurlijk hè. Het zonnetje staat zo waar op het terras hier zo. Heel eventjes denk ik waar. Ik denk dat het maar echt langs een heel klein stukje gaat zijn. Hier zie je ook al lekker het zonnetje. Ik heb net contact gehad met de rest. En ik ga binnen nu en een kwartiertje ongeveer de bus pakken. En dan ga ik naar boven toe. Ik ben deze vakantieseizoen helemaal niet boven in het skigebied geweest. Nou heb ik net gekeken. De bus doet er echt 6 minuutjes over. Naar de twinliner en daar gaat de gondel naar boven. En dan kan ik een speciale eendagspas kopen voor voetgangers zonder ski-uitrusting. Nou, heb ik natuurlijk geen ski-uitrusting aan. Dus die kon ik kopen voor 28 frank. 25 euro denk ik of zo. En dan kan ik dus mee naar boven. En dan kon ik 1 lift ook naar beneden pakken weer. Richting een soort van arenaatje, zoals wij dat noemen. En dan kan ik daar ook uit binnen restaurantjes kiezen om te gaan eten. Papa en mama en Joris die zijn op dit moment aan de Oostenrijkse kant even chocomel aan het drinken. En die komen dan ook deze kant op. Dus dan ontmoeten we elkaar daar ergens om lekker te gaan lunchen. En het is dus prachtig weer. Dus ze zei ook al, vandaag is het de perfecte dag om lekker naar boven te komen. En heerlijk te gaan genieten van het zonnetje. Dus ik heb me even omgekleed. Ik heb een spijkerbroek aangetrokken, trui aangetrokken. Ik ga mijn schoenen maar eens aan proberen te trekken. Dat is namelijk nogal een dingetje. Ik kan niet overal bij. En dan ga ik denk ik richting de bus lopen. Ik ben daar liever te vroeg dan te laat natuurlijk. Dat ging nog redelijk snel. Mijn sneeuwschoenen zijn aan. Ik zit te twijfelen of ik ook mijn
heb een soort wel sneeuwkettingen. Ik zal ze even laten zien. Echt machtig werktuigen zijn het. Je ziet hier dus spikes aan zitten. Die kan ik eventueel nog om mijn schoenen binden. Zodat ik echt nog meer beter grip heb. Maar op zich deze schoenen. Ik heb de afgelopen dagen al opgelopen en je ziet al. Er zit ook echt wel een profiel onder. Dus ik denk dat ik het gewoon hiermee ga doen. Dan heb ik hier al mijn jas al klaar liggen. Jas, sjaal, mijn muts. En dan gaan we maar los. Ja, kan ongeveer wel. Ik moet zeggen jongens, ik kan echt wel gewoon huilen van geluk. En eigenlijk ook verdriet. Dat ik daar niet gewoon zelf naar beneden kan gaan. Joris, papa en mama die zitten. Even kijken of ik het aan kan wijzen. Hier achter deze berg. Hier loopt de dingen. Daarachter is een van de berghutje. Daar zitten ze nu. In ieder geval staan ze nu te wachten. Er moest er eentje even naar de wc. Dat kan ook gebeuren. Ik weet niet of je het kan zien, maar daar zie je ook een stoeltjeslift omhoog gaan. En daar komen ze zo meteen dan mee omhoog. En komen ze zo ook meteen naar beneden. En daar, waar nu die sneeuwscooter rijdt, in ieder geval daar naar beneden gaan we eten. Dus ik kan zo meteen deze lift pakken om naar beneden te komen daar zo. Daar zit ik dan. Ik moet zeggen dat dit echt doodeng is. Normaal omhoog heb ik er geen probleem mee. Maar nu naar beneden, dat ik denk, ik mis hier iets aan mijn voeten. Goed, dat vind ik zonde, hè? Kom even. Joris belt net dat als het goed is, ze zo meteen hier aangeschiet komen. Ik weet niet of je het kan zien, maar hier lopen ze allemaal sporen door de sneeuw heen. En de vrouw van het appartement zei ook gewoon dat je tot hier kunt skiën. Dus ik ben benieuwd, het is de eerste keer dat ze het nu gaan doen. Nou, komt onze Joris aan. Door de diepe sneeuw. Kijk of de rest het ook durft. En daar komt mijn moeder aan. Oh, dat is een beetje te ver, moeder. Die houdt niet zo van de losse sneeuw, dus ik denk dat ze er niet zo vindt. Oh, daar komt papa ook al aan. Dat wil zeggen dat je nog maar 4 euro zo begonnen hebt. Nee. Oh. Nee. Hij is begonnen met 4 euro. Dat wij, samen op 80 cent winst staan. Want? Ja. Die heeft er al 6 euro erin gebrast. Dit is nog wat ik over heb van mijn 6 euro. Een hele grot of een brasser.
Joris heeft alles gehoord. Oh, die heb ik, dat is al lang geleden dat ik die gegeten heb. Nee, biggetjes. Die andere. Ja. Stophoest. Ja. Maar we gaan weer kaarten, jongens. Kijken of ik vanavond wel wat kan winnen. Had ik nou al geld? Wie heeft er al wel geld in het potje gedaan? Niemand. Dan heb ik het al wel. We spelen 7 rondjes kaarten, waarvan ik er 4 heb gewonnen. En nog heeft Dagobek Duk Daro het potje gewonnen. Met een grote pot. Had je 1 of 2 potjes gewonnen? 1 potje gewonnen. 1 ronde gewonnen. 1 ronde gewonnen. Dus in een potje kaarten spelen we 7 rondes, waarvan ik er dus 4 heb gewonnen. En de laatste 2 had ik zoveel kaarten in mijn handen, dus zoveel punten, dat ik niet meer kon winnen, helaas. Maar ik ga mijn make-up eraf halen en dan gaan we lekker naar bed toe, hè? Ja. Dus ik ga ook hierbij de vlog afsluiten. Dit is deel 1, als het goed is, van de vakantievlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Als dat zo is, vergeet hem dan zeker niet een duimpje omhoog te geven. En je bent natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Want iedere woensdag om 5 uur heb je een nieuwe schoonmaakvideo. En iedere zondagochtend om 11 uur heb je een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!